In dat gedeelte die zie, wat ik eigenlijk niet breed die voet tak naar mijn man, zijn man in betak om een steen geleden. En sinds toen dat man bij die mama fysiek was, dat boy hoe moet dat deze samen ook kiezen kans hoe kan fit die sporters, onder andere hoor. Jusre voor je takje oude, trafas ik die sporters. En vandaag in de dag, gado, jere aan begi, gado si aan roko, en gado gamma ruimte takje go. If you don't want fit die sporter, dan wil je de tools, dat je kan doen je best die sporter. Tide aan man de na unu in de uitzending. We gaan heel kort een kennismaking met hem hebben. We gaan horen wat hij allemaal heeft als visie. Sanama idee. Voor ik allemaal kan begrijpen, want een man is hier, dan lijkt van meneer Koster bij de. Een man is een origineel ghetto man. Dan go in alle de uko heeft mijn karma passief voor wint hij waar mama op hoe hem direct. Dus we blokken ook toe. Voilà de sama fusta op kele sao wan taki en peo wan i go. Van taki jada bijna, u kan stop dat goeie. Ja, ik tak alasan ik ba. Aluma, me tak aluma era, want ik vau sabi in de voetbalwereld. Aluma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meester. Welkom aan je programma voor nu, ja. Man, te taki na vau opa di na zo ochare waka ba. Ja, man. U tak wo me kennis, kan die kan burko gide sma taki sumana ab mantan snap ja. Wie is de sabi ba? Ja, oké, okay, luku, op de eerste plaats, miloba intro vi falak. Ik ben Ronnie Aluma. Usap Milek voetballer, doelman van de nationale selectie, ex-internationaal. En ik vertegenwoordig Sranang tap om een soort fasi. En Gimmi Abedewan eer voetdraag ik onder de tap a fasi dati. Maar u begrijpt dat ik met de tap wang tra level, nu na nationaal level, voor vertegenwoordig jouw gemeenschap in het parlement. En vanuit de presidie, mi wang Gigado Grantangi. Dat ik in mijn momenten een podium, een medium voor behartig de belangen van de Asrana gemeenschap. Maar we echt hier, voorzien dat we team afbalik bij plek, dat is af te pa ook na koppen namen straat drapen, peruto andere dat drapen, na chillen. Chillen, goed. Dat is na draai ik ook, dat we hier, maar moro ernstig bij je alweer. Loko, de maitak en a positie is omarm je, en je moet omarm a positie ook toe. Je begrijpt dat je en permitten nu mina kango knap gewoon moro tapuku chela opoborsu e dualon soort sani tapakorna. Nou je ziet dat nou een heel tra level en je moet gedragen tapa level dat die. Maar en niet zeggen dat ik want to lezen mina de tapakorna. Toch? Want abedewa ala deisani ala bakasal voetbal baka voetbal. Er uno lek voetballer tegenstander we komen bijeen. En toen door bij een dat atoregi. Van de manate luku no, wat tu man, isa sranang ba hier grond tapu, japon man sai luku A, ma japon man sai luku B. Dus positief, negatief. Fa, so tse moro bigi, sang et nap baka you en gi you a okasi taki ego feti you no. Luku, om eerlijk te zijn, hele positieve mensen staan achter mij. En ze verwachten heel veel van mij, dat vooral, omdat de ma etak eindelijk Wamaf unu sa ofet gu inu ina parlement gi a sportgemeenschap in Sranang knam dape. En mi briti tak dema knapa mi bakatu. En mi ne denki voetbal wang. Want ulai nanga talent duars dora kondre hin. En a fase sa udenu we shitak a mwilak udenu a falak were de periode nu. Maar a basis mus bigi lega. Tak te a basis lega. Dat we zien dat we moesten dat binnen een jaar, anderhalf jaar vooruit gaan komen en dat sporters op een podium voor kan doen zeggen. Op basis dat na een pisi sang we horen, omdat je op basis ligt van itaki, dan ligt het ook wel zo. Als je fundering is, dan kan je doen zei wan, je kan gaan lopen toe, of fadon, of broko fadon. Dus eenmaal at napu fosi adiki diki van fundering, dan manier aluma de toe. Voet napu voet a basis kan zetten. Sana den stong of sana grind of sana smenti sang you only for gi a basis voet a fondering kan bouw. Loko, tapa eerste plaats a basis na wan wet, wan ram wet. Ik ga daaraan werken. Toch, en zolang a wet poti dan via drapeje go moro fara. Toch, u de in wan pandemie en u shitak a regering a DNA keur goed wan uitzondering toestand wet. Dat wan tak na wan fondering gi a regering voor meek beleid, voor fit asiki disi, gomoro fara. Dus alles aan die moest gebaseerd op wet en recht. En van daaruit, je zijn godoro.
Awet sa mi wan pusu na wan ramwet waarbij sporters en sportbonden en sportorganisatie moet weten waar ze staan. Toch, ze moeten hun rechten en plichten kennen en van daaruit zullen we het verder uitbouwen. Ik heb wat deskundigen achter mij die eraan gaat werken. Een van deze dagen ga ik het launchen en dan ga ik stuk stapvoets eraan werken. Want resten zijn we er bezig ook toe. En nou zijn ze hinder mij om mee aanrijkba. Mishitak sporters nou op een platform. Toch, ik wil ze bij elkaar brengen. Alleen van IAP CLO, toch? Ama FAT, arbeiders, IAP verschillende vakbonden. Toch, precies zo mee want de sporters komen bijeen. Voor op een gemeenschappelijk goal, voor FETI. Omdat we het ook over topsport, we het ook over professionalisme, maar niemand hoort de sporters. Ze hebben ook gevoelens, ze hebben ook ideeën, ze zijn ook knappe mensen. En zij moeten het werk doen op het veld. Zij zijn de acteurs, dan moet je ze ook een podium geven om hun mening ook te ventileren. En de bestuurders moeten ook hun mening als het ware ook meenemen. Daaraan ben ik ook bezig. Ik praat niet alleen over voetbal, dwars door de sporters heen, toch? Overkoepelend orgaan en daar gaan we aan de slag. We moeten gehoord worden. Hé, hey, mooi. Dus tegen je wat pissen. Mina de pissen zijn de maïtaki de gasten naar de pis dat me horen. En a pissen pe ataki de sporters schrijven op die belangrijke idee naar een praxerie voor kan leveren een bijdrage voor de ontwikkeling voor Srana Kankwahi. En dan moeten ze een platform krijgen. Hij heeft twee zaken aangehaald. En alle de toezaken op te maken naar recht en wetgeving. En if you know Abi Letty, if you know wet voor ondersteun, als aan zei, do you know man doing. Hij zegt ook binnenkort, de man introduceert de plannen en een concept. Zijn man aan Chargo in behandeling in de Nationale Assemblée. En hij tak over alle soort sport. Te uluku a sport gebeuren in Stranang. Sang na a cijfer zei Bogi, tangano gomiti a heer sector. Nou, echt een gewoon cijfer, zeker een 6,5, omdat de sport en velden, de sportaccommodaties zijn bar slecht of ze zijn niet genoeg. We hebben niet genoeg sporthallen, dat vooral. En de omgeving waar sporters hun ding moeten doen, ik kijk bijvoorbeeld naar Willebrod Akswijk Sportcentrum, voorheen. En Sousas. Ja, je ziet het. En het ziet er verlaten uit. Toch, mensen moeten werken in situatie die niet menselijk is. Dus er zijn heel wat dingen, vooral de randvoorwaarden, moeten gecreëerd worden. Want een sporter die eigen tapa veld, amchitak e, a veld mooi. Als hij niet trekt niet aan. Zuiver. Hij ging een soort apart vierde. Zuiver. En Potroko Janu. En unulek voetballer etak is dat veld koti etak een nou en de kunse mankeri. Dat wil zeggen, het is piek fijn, het is mooi, het is aantrekkelijk. Je wil erop voetballen, toch? Je wil erop sporten. Dus dat zijn de randvoorwaarden waaraan we moeten creëren in dit land. Willen we echt de sport en omhoog tillen. Toen is akkoord. Zoals meer. Om biggie gebouwen te nu idee dichterbij voor hoor aitapu aan de regering zou hij doen. En tweede, wie kontering met zijn alade. Sana adenki sa die rij voor afverkiezing, dat je moest rij op zijn bepaalde president denk ik dat apprecie jij om. Ga door je gemak kans apprecie jij zo meer doen. Even lukken dat toe precies. Alloku, en van de ik, messari te me rij op zijn rapje om eerlijk, want misselijk vlek chimboy. Mi play in een zaalvoetbal, mi long play in een herhaal, alle ukufa hal dat die misabi. Toch dat TDD adesso, meshitak, het komt door beleid, het komt door een mismanagement. Voor mij nou een stichting mibri. En mibri dit ook een organisatie, ik beheer een zwembad, naar een leeuw vector, ik beheer een voetbalveld. Maar morosani mupsa, toch? Morosani mupsa, en je ziet ook voor knap ahal dat opbaka, mi denk ik aan. Moto helemaal, want een ijzerwerk, ik denk dat zo van die aard. Zuiver. En we moeten daaraan kijken, of ik althans ga daaraan kijken, toch? En wat ik kan betekenen. En die aanhaal dat die. Een trapistorie naar Itak, naar Sousas. Oké, een heel mooi gebouw, toch? Helemaal piekfijn, maar het is leeg. Het wordt geplunderd, junkie houden thuis daar, toch? En dat nou een probleem die me ook doet. Dat zo'n
mooie project, toch heel veel energie vooral en geld is erin gestopt, maar door het een of andere moment is alles aan de hold gezet. Oké, dat is mijn werk. Ik denk dat ik ga het moeten onderzoeken. Samsa precies. Toch? En die sap een probleem, daar is ook een verlossing op. En die lossing op, dan moet je verder gaan met dat project. Omdat het is een heel mooi project. En het zou, of het gaat ten goede komen voor de sportgemeenschap. Misschien dat wil ik een symbool. Maar dat geeft me een tempel, ook voor de sporters. Een tempel bij alles en ik kom bij elkaar. Toch? Heel mooi. En achterterras, met elkaar achterterras, de verschillende sportvelden. Ontwikkelde man, misschien op het voetbalveld. Het is nu een kunstgrasmat. En zo moeten we verder gaan. De goede dingen moeten we blijven doen. En waar we moeten corrigeren, dan moeten we corrigeren en verder gaan. Papa, mama? Ah, mijn moeder is er, mijn moeder is er. Hallo, ja, ja. Vanochtend in deze aflevering van Mantintaki. Hij heeft in het begin gesproken over Sumana Insrevi en Tefiere, de Shitaki, of Ifye Luku, de Shitaki, Awale Speki Boy, Sangroko Mindri Amofina Gemeenschap. En die Agroko in Amofina Gemeenschap, en Osuku Fu Jompok Mopo uit Aboto. Maar Adenki, nou, kom te kip chileri, kom te kip chin kennis, kom te kip chin ervaring voor Tramang, dan kom bakan a ghetto, dan kon do, sang a ghetto altijd op van Odo, en dat na ondersteuning. In de aflevering DC, voor Sugonakba, toch moet ik een pisi voor Luku, sang ei betekent die a sportindustrie, a sportwereld, if we Luku a sans ei broko konotapu no strak, COVID. En specifiek ook asrana sportgedeelte. Zij betekent, zij doen aan onze sporters. Oké, nou aan leg van beta kijk, maar nou aan verveer momentie, omdat we kunnen niet meer sporten, we kunnen ons ding niet meer doen, we kunnen geen wedstrijden meer spelen. Jullie topsporter, nou aan de lating, toch? Je wilt trainen en je wilt prestatie leveren. We zijn vol amateur hier, maar de meeste sporters. Ik doe naar de ATI. En door een pandemie die zie, alles aan on hold. En ik ben iemand, ik kijk naar de positieve kanten daarvan. Wat kunnen we doen? Wat voor soort protocollen moeten we bedenken om alsnog te kunnen sporten? Ik denk bijvoorbeeld aan sport als zwemmen. Je komt niet in contact met je tegenstander. Mm-hmm. Het zou met goede protocollen. Zou het misschien door kunnen gaan. Er wordt gevoetbal in het buitenland. Laat de SVB even denken, discussiëren over met zulke landen vooral. Fadema Edwin. En is het rendabel? Als het te veel geld kost, dan weet je dat er een probleem voor ons gaat leveren. Maar we moeten blijven denken. Om alsnog tot de nieuwe normaal proberen over te gaan. En ik ben blij dat de nieuwe wet ruimte toelaat voor sportbonden om met en een voorstellen te komen naar de regering van kijk, we willen het zo doen en dan gaat de regering het bijna toetsen. Is het goed? Is het in regels? Voldoet het aan de wetgeving? En hopelijk misschien gaat de regering het goedkeuren, want voor de regering ook is het een probleem toch, die we allemaal moeten aanpakken. Want mensen willen sporten, mensen willen een lichaam losgooien. Mm-hmm. Ik zie al dat de vetweefsel beginnen aan te komen. Misschien jou. Toch, ze kunnen niet meer bewegen. Maar ik zou zeggen, doe het thuis en doe het veilig. En om de ene dag proberen wat te doen. Toch, ik althans, ik train om de ene dag keihard. En als ik train, heb ik geen sorry voor mijn eigen lichaam. Wow. En dat, trouwens, je bent ook trainer geweest. Ja. Misschien dames selectie, om een soort Sani Idu. Door een moment die ze een laatste vraag op te maken naar de sporters voor ons aan die naar buitenland. Meestal voelen zich, ze hebben zelf ook aangegeven dat ze op sommige momenten krijgen ze het gevoel alsof ze zijn verwaarloosd. Ze zijn daar gestuurd om Suriname te vertegenwoordigen, maar ondersteuning zou je moeten kiezen. Het is nihil. Oké. Okay. Sang je ook betekent dat papies dat je? Oké, okay. Ik denk dat en op de eerste plaats zijn de sport en journalisten. Het is werk voor hun om sporters die in het buitenland is te belichten. Ze doen het al, maar ik denk dat het kan heel veel meer.
En ik denk misschien van regeringszijde een team samenstellen, een commissie samenstellen, die zich bekommeren om iedereen die buiten Suriname bevindt, ook de arbeiders van Suriname komaf die zich in het buitenland bevindt, dat we als het ware een idee hebben wie allemaal waar wat doet. Ik denk misschien het is werk voor de regering, misschien moet ik het initiëren. En ook misschien vanuit deze plaats moet ik het initiëren dat de regering een commissie in het leven roepen die zich bekommeren om onze buitenlandse krachten, waaronder ook sporters. En ik denk we hebben ambassadeurs in de meeste landen, toch? Zij kunnen ook zich begeven bij de desbetreffende ambassadeurs of consulaat van Suriname. Many thanks, Jeremy. Alumana, mi matière, men so, no man tak trafasi. En soms ik heb een trapolitiek denki, soms dat ik heb een trapolitiek denki. Maar wan denki moest de centraal. En dat heb te maken met een grofu, unu suite is ran aan kondre. We zijn aan het eind gekomen, maar ik denk dat meneer Alumana kan die heb een laatste sanete. Ze hebben een beleg speciaal in de aflevering die is voor maanden. Dus dat we gaan een occasie ook toe. Megia Grantangi Rati. Luku en Miguena Parlement en Mik Moto uit Abrabroki, toch? Gimme mi bewan horu kan de wan mooi biggie face dat in mijn situatie die is aan elkaar. Maar mi pakke antrafasi. Er zijn heel wat bedrijven in Abrabroki schoonmaakbedrijven bij elkaar gekomen. En ze hebben gezegd van Aluma laten we wat doen, toch? De regering heeft geen geld. Laten we wat doen, laten we onze buurt schoonmaken, toch? En dat. Mij de bezig naar een project dat ik me hopelijk trouwens kan ik een occasie bakken voor kon naar een trekkers die zich voor belicht een project dat ik en bedoeling dat ik de trablok en go mee naar een project dat ik ook doe dat ik denk ik eigen initiatief voor doe de eigen kring de eigen beurt toch en Abrabroki te gaan voortouw dat na mijn feest go met Abrabroki. Want Abrabroki altijd tot aan stromen in Miskin. En men hoopt dat je den trabiert een TK-initiatief over. En zolang hij den benadert me ondersteunen, altijd. Ja, en ik ben bezig met het project volgende week en komen we alles tot in de financiën uitleggen. Hij is volgende week wederom bij ons in de studio en praat met ons dan over het schoonmaakproject. Een van de projecten die hij meeneemt als dingen die gerealiseerd moeten worden in deze periode tot 2025. Hij is sportman van huis uit en aan de andere kant heeft hij ook zoveel lobby voor jongeren. En man is hier aan het feestje, hij laat je naar dat hier. Hij moest dit strak dan strak. En hij gaat over fatigue, kinky, positief kinky in een leefomgeving. Dan 100% Aabe Atitapa, juiste precies. We geven hem many thanks voor zijn aanwezigheid vandaag in Mantentake. Hij komt straks weer. Dus bijna onaf takken toen ze ooit waren dadelijk op de Jabaka. Maar we hebben een biertje samen Karina Abrabroki. En Abrabroki, dan we denk ik gelijk aan voetbalteam Broki. We zijn wel lobby ooit gogi alle de manschappen voor Broki. Nanga de dames zijn ondersteunende man. Omdat Sondro Uma eigenlijk man nobo op waarde in Grontapudisi.